En dan ga je lachen. Ja jongens, dit zijn de mindere dagen. Sorry jongens. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is woensdag en we beginnen de dag met een... Ik zit even bij mijn lieve, niks vermoedende zoontje. Oh. Heel zielig. Hè? Ja. Gaat ze vertrouwen in ons? Ik hoop zo dat hij niet ziek gaat worden ervan. Poelenwoppie. Ja. Nu ben je nog heel vrouwelijk, hè? Ja. Met je dikke beentjes. En je grote hoofd. Lig je hier nou gewoon scheetjes te laten? Mag je? Mag je hem eerst hier neerleggen? Had je vaccinatiekaarten thuis gestuurd gekregen? Zo'n envelop van het RIVM? Oh jee. Die heb je vergeten? Ja. Maakt niet uit, neem hem de volgende keer. Gelukkig. Ja, mag je hem heel even loslaten? Ik ga hem even opnemen. 3:30, pak hem maar hoor. Jax is even moeite aan het indrinken. Oh. Ik vind jou ook helemaal zielig. Oh. Ik ben ook zielig. Ja. Het is alweer gebeurd en dan ga je lachen. Ja, ook nog. Hey, ja, mama is ook heel erg opgelucht. Oh, snoetje. Snoetje. Nou, we gaan. Nou, daar staan we dan in deze bende van ellende. Het is me wat, hè joh. Nou, dit is dus Jola de kamer. Ta-da. Maar, ik slaap tegelijkertijd ook in mijn wolken. Het is één grote ontplofte zooi, zoals je ziet. Hé joh, je hebt een beetje veel spullen. Begin maar even met een vuilniszak. En... Begin jij er maar mee, ik ga een dutje doen. Een dutje doen? dit begint alweer helemaal verkeerd. Dan gaan we beginnen met de dingen die weg kunnen. Geen knuffels. Nee, ik zou niet durven. Ik ga even de vuilniszak pakken. Ja. Hier liggen dus mijn knuffels in het kastje. 1 knuffelsla, 2 knuffelsla. Dit is mijn bureautje. Ik heb mijn laptopje gekregen waar ik op kan werken en zo. Nou ja, en natuurlijk, het staat er boven. Jo. En hier slaap ik. Dat zijn 10 knuffels, die heb ik even in mijn bed. En natuurlijk deze andere. Dit is mijn kast, een beetje slordig maar. En daar zijn nog maar spullen, maar ja. Dat is meer nog een beetje van Bartje mama. En nou ja, papa B en mama. En dit zijn allemaal sieraddingetjes daar. En deze is superleuk. En de spiegel op mijn kamer, zoals jullie zien. En is gewoon... En ja, kijk, hier heb ik dan gewoon een leuk jasje met allemaal dingetjes erop. Dit lees ik heel vaak. Het leven van een loser. Ja, Jansen, natuurlijk. Dat vind ik heel leuk. Nou, ik ben eventjes onderweg naar de supermarkt. Want ik realiseerde me ineens dat ik gewoon totaal niks in huis heb. En Jax heeft vandaag, ja, jawel. Hij heeft dus inentingen gehad om 11 uur 's ochtends. De bedoeling was om 10 uur 's ochtends, maar voordat die erin zaten was het 11 uur. En echt serieus, hij heeft sindsdien misschien 1 tukkie van 15 minuten gedaan. En het is nu dus 5:30 's avonds. Ik ben zelf ook helemaal gesloopt. Echt serieus, iemand hoeft maar dit tegen me te zeggen of ik ga huilen. Ik weet het gewoon niet meer. Ik heb echt alles geprobeerd om hem in slaap te krijgen. En ja, hij is in slaap gevallen in de draagdoek. Uiteindelijk. Duurde ook even. En zelfs dan, op een gegeven moment, wordt het gewoon veel te zwaar voor mijn rug. En dan wil ik hem dus in zijn bedje leggen en dan wordt hij wakker. Hij schrikt gewoon heel snel wakker.
mag hem dus vandaag ook niet inbakeren. Misschien dat het daar ook door komt. Jola is even mijn zonnebril halen, want die was ik vergeten. Super lief. Maar wat is dit killing zeg. Ik heb gewoon ook gewoon helemaal niks kunnen doen. Ik krijg natuurlijk veel e-mails en berichtjes en dingen. Nou, ik heb wel geteld 1 mailtje kunnen sturen. En ik wil heel graag luiers bestellen van Lilydoo. Die wil ik online bestellen. Het lukt gewoon niet. Als hij niet slaapt, geen seconde slaapt. Gewoon helemaal niks. Gewoon geen seconde. Heel even een ontspanning voelen in mijn lichaam. Het trekt me helemaal weer in mijn nek. Super gespannen. Misschien dat hij daarom ook wel niet slaapt, omdat ik zo gespannen ben. Ja jongens, dit zijn de mindere dagen. Hey, mijn bril. Lieverd, dankjewel. Let's go, we gaan even avondeten halen, want we hebben trek. Hè? Wat vinden jullie van Jola haar haar vandaag? Niet de kleur, maar de krullen. Ik vind het heel gaaf. Hallo. Ja hoor, tuurlijk. Ja, mooi mijn zonnebril op. Ik zie het er op het dak uit. Ah, wat leuk. Ik ga met jouw telefoon doen, ja? Ja. Hier iemand die op de foto wil. Hoe heet je? Nienke. Hoi. Dit is het effect. Als je de hele dag een huilend kindje hebt en je maakt avondeten met een warrig hoofd. Lekker kaassausje met een bouillon eroverheen, een soepje. Wat is eigenlijk gewoon puree moest zijn met stuur. Sorry jongens. Liefde gaat weer maag. Van huilend kind. Ik moet zitten huilen hoor. Ik moet zitten koken. Hoe moet ik dit nou eten? Ik ga eten. Ik ga eten. Het zakdoen voor. Hallo, goedemorgen. Het is donderdag. Ik heb gisteren de vlog helemaal niet meer afgesloten. Maar ik was zo erg kapot jongens. Ik ben gewoon met Jax naar boven gegaan. Ik heb op de slaapkamer op bed gelegen. Met hem naar hem liggen kijken. En ook daar bleef hij heel erg lang wakker. Hij heeft denk ik gisteren in totaal misschien 4 keer een haaststukje van 10 minuten gedaan. En dat kan natuurlijk echt niet. Hij moet echt veel beter slapen. Maar daar gaan we vandaag weer aan werken. Want ik zit weer vol energie. Hij heeft namelijk vannacht super goed geslapen. Hij werd na de voeding van 10:30. Dus om 11:30 ging hij ongeveer slapen. Werd hij wakker om 6:00. Dus ik heb wel 5 goede uren kunnen pakken. En daarna bleef ik naar hem kijken. En dacht ik, oké, zal ik nu eruit gaan en gaan douchen. En even lekker me-time inlassen. Of zal ik blijven liggen en hopen dat ik dan nog even slaap. Nou, gelukkig heb ik voor die me-time gekozen. Want dat heeft mij weer helemaal even lekker een frisse wind voor vandaag gegeven. Ik heb lekker gefietst. Ik voel me weer helemaal goed. En we gaan er vandaag weer voor. We gaan weer proberen om hem goed in zijn ritmetje te krijgen. Of in ieder geval wat vaker te laten slapen vandaag. En ik heb besloten om daar dan ook niet bij te gaan vloggen. Even rust voor ons te nemen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video in ieder geval. En ik zie jullie graag volgende keer weer. Abonneer als je op de hoogte wil blijven van mijn video's. Geef een duimpje omhoog. Dat zou ik ook heel erg lief vinden. En tot de volgende keer maar weer met een update over alles en iedereen. En zo voort. Later! Rock that joint.